Hoe zou het zijn als je zelf kunt beslissen hoe je je voelt? En als je wil bepalen hoe jij je voelt, dan dien je te begrijpen hoe je brein werkt. En dan dien je te weten wat het verschil is tussen je linkerbreinhelft en je rechterbreinhelft. En om het eenvoudig uit te leggen, het linkerdeel van je brein, dat is het deel dat gericht is op denken, dat het bewust bezig is met denken hoe de wereld eruit ziet. En het linkerdeel van je brein is ook meer gericht op jouzelf, op het individu. Je rechterbreinhelft, die is meer onbewust aanwezig en die is gericht op de emotionele signalen ontvangen van de ander en de lichaamssignalen. Het rechterdeel van je brein is gericht op het reguleren van de relatie. Dus terwijl rechts gericht is op verbinding, is links meer gericht op jezelf. En als je kijkt naar die twee breinfuncties, en we gaan zo meteen wat dieper in op dat triggeren, en wat je kunt doen om zelf te bepalen hoe jij je voelt, dan is het belangrijk om te weten wat er gebeurt als we ongemakkelijke gevoelens in ons lichaam voelen. Wat ons linkerbrein wil, is weg van dat ongemakkelijke gevoel. Dus wat we doen, we kunnen dissociëren. We kunnen uit verbinding gaan met het rechterdeel van ons brein en dan zitten we links. En het linkerdeel van ons brein heeft dan zo'n aanname van, we doen gewoon alsof er niks aan de hand is en ik voel helemaal niks. En we negeren eigenlijk de lichaamssignalen. En dan kunnen we dus getriggerd worden. En wanneer gebeurt dat nou? Wanneer gaan we nou dissociëren van dat voelen? Dat doen we als we in een relatie emotionele pijn oplopen. Als we in een relatie emotionele pijn oplopen, dan is een oplossing is te dissociëren. En ik heb in een vorige video ook al gesproken over het dissociatiemodel van Onno van der Hart. En hij heeft ook laten zien dat we inderdaad uit verbinding kunnen gaan met het deel van onszelf, dat rechterdeel van ons brein, dat in verbinding staat met het voelen. En dan loop je dus rond met die lading die getriggerd kan worden. En wat daarbij belangrijk is, is dat die lading wordt getriggerd vanuit een onbewuste reactie. Als we getriggerd kunnen worden vanuit die lading, dan hebben we een procedureel geheugen. We hebben dus automatisch in ons lichaam iets vastgelegd, dat als bepaalde signalen binnenkomen, dat we dan automatisch vanuit die lading getriggerd worden. En dat betekent dat we automatisch getriggerd worden, met name door non-verbale communicatie. En dan heb ik het over een gebaar van iemand, lichaamshouding, de lichaamstaal, hoe iemand naar je kijkt, de klank van iemands stem, de wijze waarop iemand wel of niet toenadering tot je zoekt. Juist de nabijheid van een ander en wat er dus non-verbaal in lichaamstaal ontvangen wordt door jouw zenuwsysteem, dat is waardoor je getriggerd kunt worden als er een lading is die daardoor getriggerd wordt. En wat er dan gebeurt is dat je dus door het procedurele geheugen je lichaam zich eigenlijk weer herinnert door de informatie die je ontvangt, hoe het voelt. Met andere woorden, we ontvangen signalen en die signalen kunnen ons triggeren als we een lading met ons meedragen die getriggerd kan worden. En dan schieten we uit onze window of tolerance. Oftewel, we schieten in een hyperarousal, worden boos, of we kunnen in een hypoarousal schieten. En dan trekken we ons terug. Als we getriggerd worden, dan worden we onbewust getriggerd in een lading die we met ons meedragen en dan schieten we in een overlevingsmechanisme. We kunnen in het zogenaamde 4V-gedrag terechtkomen. Dat we gaan vechten, vluchten, vleien of dat we verstijven. Verstijven van angst. En dan schieten we dus in die overleving. We schieten uit onze window of tolerance. En dat is ook tegelijkertijd het antwoord op wat je dan nodig hebt. Want als je dus uit verbinding bent gegaan met je rechterdeel van je brein, gedissocieerd van het voelen van je lichaamssignaal, dan is de oplossing om weer terug te keren naar je rechterbreinhelft. En daarbij is het belangrijk om te weten dat in je rechterbreinhelft, daar heb je een
intern werkmodel aangelegd voor het reguleren van affecten. Met andere woorden, affecten zijn lichaamsgewaarwordingen, lichaamssignalen, die nog geen taal hebben, die eigenlijk nog onbewust aanwezig zijn. En het reguleren van die affecten, de wijze waarop je dat doet, dat heb je geleerd in je hechtingsfase. Hoe je gehecht bent met je hechtingsfiguren. En de wijze waarop je dat doet, dus hoe jij in relaties omgaat met emoties en met de informatie die je ontvangt, de non-verbale informatie die je ontvangt van een ander, dat is vastgelegd in het interne werkmodel. En dat zit in je rechterbreinhelft. Met andere woorden, als je dus iets ongemakkelijks voelt en je gaat uit verbinding van je rechterbreinhelft, dan heb je dus ook geen toegang tot het reguleren van die lichaamssignalen. En dan kun je dus getriggerd worden. En wat je dus nodig hebt om dat op te lossen, is dat je nieuwsgierig wordt. Dat je nieuwsgierig wordt naar die triggers. En dat je met een houding van compassie, met nieuwsgierigheid en vriendelijkheid naar jezelf, in je binnenwereld, op zoek gaat naar lichaamssignalen. Want dan heb je ook verbinding met je rechterbreinhelft. En je kunt bijvoorbeeld in een therapiesessie je ogen sluiten en dan ga je voelen. Dan ga je terug naar een situatie waarbij je getriggerd werd, waarbij je merkte dat je in zo'n hyperarousal schoot of een hypoarousal, dat je in een vecht-vluchtreactie schoot, of dat je verstijfde van angst, of dat je heel erg ging vleien, ging pleasen. En dan ga je op zoek naar lichaamssignalen die duiden op een ervaring die je ooit eerder hebt gehad, waardoor die lading is ontstaan. Met andere woorden, de emotionele pijn, die lading die getriggerd kan worden, die kun je weer opzoeken in je lichaam door te gaan voelen. Van wat voel je eigenlijk in je lichaam en waar voel je dat dan? En op het moment dat je dus verbinding legt met dat gevoel, en je gebruikt ook je linkerbreinhelft om te onderzoeken welke betekenis je hebt gegeven aan die situatie, dan krijg je weer invloed op je window of tolerance. Als ik even een voorbeeld neem. Stel, je had een kritische ouder en je kwam thuis met goede cijfers. Alleen het was geen 10, het was een 8. En een van je hechtingsfiguren, een van je ouders, reageerde eigenlijk kritisch en zei van, nou, het is geen 10, hè? Op dat moment kun je dus emotionele pijn oplopen. En als het vaker is gebeurd, dan kun je de betekenis eraan geven dat je niet goed genoeg bent. En omdat je dus niet boos kunt reageren op die hechtingsfiguur, omdat je afhankelijk bent van die hechtingsfiguur, ga je dus dissociëren van je gevoel en je gaat een oplossing zoeken in als ik nou maar geen fouten meer maak, als ik super mijn best ga doen, als ik perfectionistisch handel, als ik controle heb over mijn prestaties, dan word ik eindelijk aanvaard. En op het moment dat je dus rondloopt met de overtuiging dat je geen fouten meer mag maken, dan loop je dus rond met een trigger. Want op het moment dat je dan een fout maakt, dan kun je dus getriggerd worden en dan reageer je weer vanuit die oude pijn. En wat je dus nodig hebt, is niet in je linkerbreinhelft schieten en controle willen uitoefenen op de situatie door perfectionistisch te willen zijn of geen fouten meer te mogen maken, maar verbinding te leggen met je rechterbreinhelft en te gaan voelen. Te gaan voelen hoe je je toen hebt gevoeld. Want wat je dan doet, is dan ga je eigenlijk verbinding leggen met wat we noemen het kind in jezelf, die ooit die pijn heeft opgelopen. Dat is die lading. En op het moment dat je dus in je binnenwereld, via bijvoorbeeld innerlijke kindtherapie, gaat voelen wat je toen voelde, en je gaat vervolgens via dat interne werkmodel op een liefdevolle manier die gevoelens reguleren, dat ongemakkelijke gevoel, doordat je bepaalde positieve dingen tegen jezelf gaat zeggen, dat je jezelf gaat vertellen dat je oké bent zoals je bent, dan ben je bezig met het reguleren van die lading.
En dan verdwijnt die lading ook. Dan kun je ook niet meer getriggerd worden. En dat is de manier om te bepalen hoe jij je voelt. Kijk, op het moment dat we getriggerd worden en we voelen weer die lichaamssignalen, dan kan het voor het lichaam voelen alsof het toen is. Dus de oude ervaring die we hebben gehad, die automatisch is vastgelegd in ons lichaam, als we daarin weer getriggerd worden, doordat iemand iets tegen ons zegt of dat er iets gebeurt dat we ongemakkelijk vinden, en we schieten in die trigger, dan voelt het weer zoals het toen voelde. En als we niet stilstaan bij dat gevoel, dan gaan we vervolgens naar allerlei externe factoren kijken buiten onszelf, als verklaring voor dat ongemakkelijke gevoel. Terwijl het antwoord ligt in onszelf. Het antwoord ligt in terugkeren naar die oude pijn. Het antwoord ligt in kijken hoe we weer in verbinding kunnen komen met dat kinddeel van onszelf dat zich toen zo gevoeld heeft. En op dat moment ga je een interne, veilige hechting met jezelf realiseren via je innerlijke kind. Het kinddeel in jezelf. En dat doe je dus automatisch door je linkerbrein en je rechterbreinhelft met elkaar te laten samenwerken. Door te denken, aanwezig te zijn en tegelijkertijd te voelen. En dat kun je dan doen met je ogen gesloten. Omdat op het moment dat je je ogen sluit, dan kom je dichter bij hoe jij je voelt. En als je daar dus niet meer in verbinding bent, omdat je gedissocieerd bent en in je linkerbreinhelft zit, dan kun je dat deel dus ook niet helpen. Dan kun je dat gevoel, kun je dus ook niet helpen om zich niet meer zo te voelen. En daarom heb je dus als oplossing nodig dat je weer associeert met je rechterbreinhelft. Daarmee eindigt deze aflevering van Tijd met Felix. Laat me weten wat je van deze vindt. Je kunt je abonneren op dit kanaal, heb je het al gedaan. Super bedankt en ik zie je echt heel graag bij een nieuwe aflevering Tijd met Felix. Dag!